Smart Mobility Campus 2030, dat is een onderzoek naar hoe de campus er in 2030 uit kan komen te zien op het gebied van mobiliteit. Wij als studentadviescommissie pakken dit onderzoek op, organiseren de sessies, gaan met de experts van andere campussen in gesprek en proberen zo eigenlijk alle informatie die er is samen te brengen. Het is voor ons heel erg leuk om als echte gebruikers van de campus ook te kijken wat er echt speelt. Niet alleen onder de studenten, maar ook onder de onderwijsinstellingen zelf. Maar ook werken we samen met Groningen Bereikbaar, Hive Mobility en de Campus Groningen. Als onderzoeksgroep zijn we bezig met het vaststellen van het toekomstbeeld. En dan kijken we naar wat er nu al heel goed gaat. Dus bijvoorbeeld er wordt heel veel gefietst op onze campus, maar ook wat er niet heel goed gaat. En dat is namelijk een gezamenlijke visie. We zijn met heel veel verschillende partijen op deze campus. Studenten, docenten van zowel de Hanse Hogeschool als de Rijksuniversiteit, maar ook heel veel bedrijven. En wat er ontbreekt, wat uit onze eerste resultaten heel erg naar voren komt, is dat er een gezamenlijke visie ontbreekt in hoe wij onze campus in de toekomst voor ons zien. We zijn dus volop bezig met het onderzoek en onze eerste resultaten zijn inmiddels binnen. Door middel van de sessies met allerlei belanghebbenden op de campus. Er zijn toch wel een aantal hele leuke dingen uitgekomen, zoals bijvoorbeeld de loopinfrastructuur. Dat schijnt toch wel heel erg problematisch te zijn op de campus, want hoe kom je van A naar B zonder fiets, zonder auto? Daar is toch nog wel veel verbetering mogelijk. Een van de aandachtspunten is eigenlijk onder andere deze parkeerplaats. Er staan nu niet heel veel auto's, maar die staat ook wel eens bomvol natuurlijk. En eigenlijk proberen we zoveel mogelijk mensen uit de auto te krijgen en op de fiets of in de bus. En daarnaast is het toch de verblijfsruimte op de campus. Het is echt een werkplek, maar niet zozeer verblijfsvriendelijk. Dus je bent hier, als je hier niet hoeft te zijn, dan kom je hier eigenlijk ook niet. Stapsgewijs gaan we toewerken naar die toekomst natuurlijk. Het kan niet allemaal in één keer gebeuren. En dat zal dan toch vanuit de stakeholders zelf moeten gebeuren. Dus door middel van samenwerking, veel samenkomen, een gezamenlijke visie opstellen, moet er in de komende 10 jaar gewoon veel gebeuren op het gebied van mobiliteit.